Ik ben Theo van Betuwe, de nieuwe voorzitter van Stichting Motocross Zutphen. En namens de stichting heet ik al welkom bij dit filmpje. Dit jaar is de 17e teampresentatie. Een keer wat anders, nu op video en niet in een zaal. Vanwege de kosten uiteraard. En ik wil graag iets vertellen over hoe het team in elkaar zit. We hebben een damesteam. Dat is eigenlijk ontstaan als een vriendenteam van de dochter van Stef. En die gaan uiteraard de dameswedstrijden rijden. Waarbij het plezier eigenlijk voorop staat. En de prestaties uiteraard wel van belang zijn, maar niet als, als belangrijkste onderdeel van het team is. Daarnaast hebben we het MXN, het ADS moet ik zeggen tegenwoordig, het ADS MXN team. Nou, dan maken ze me aan het lachen. En waar uiteraard de nadruk iets meer op de prestaties liggen. En, want uiteraard is dat voor onze sponsors ook van belang. En, maar ook daar geldt eigenlijk, plezier moet het allermooiste zijn. Je moet plezier aan de sport beleven en we hopen dat het dit jaar ook allemaal gaat lukken. Zonder al te veel blessures, misschien een paar mooie titels als het zou kunnen. Afgelopen seizoen ging dat allemaal ja, goed. Marielle een hele mooie plek in het dameswereldkampioenschap. De eerste plaats in het Open Nederlands kampioenschap bij de KNV dus. Suzy Thaus, Nederlands kampioen in de damesklasse bij de MON. Kevin Doorlas, Europees kampioen bij de MX2 Jeugd van de IMBA. Dus dat zijn aansprekende dingen. En we hopen toch dat we dit jaar misschien ook weer iets zo kunnen bereiken. Daarvoor hebben rijders uiteraard alle steun nodig die ze kunnen krijgen. Dus het zou prettig zijn als u ook eens hier langs de baan komt om de mensen aan te moedigen. En uiteraard is ook geld nodig om het allemaal mogelijk te maken. Dus kijk op onze site bij de Club van 50 en geef u daarvoor op als lid. En hopelijk zien we u dan een keer langs de baan. Ik ben Else Huumakers, nummer 52. Ik rijd bij de MON, de damesklasse. Ik ben Iris Willems, ik ben 15 jaar en ik rijd bij de dames bij de DMVC in Duitsland. Ik ben Lianne Malwijk en ik rijd met nummer 86 bij de MON dames. Ik ben Kelly van Zanen, ik ben 16 jaar. Ik rijd in de MON damesklasse met nummer 10. Ik ben Priscilla Roers, ik rijd bij de 85 hoge wielen en ik rijd met nummer 54. In 2010 ben ik 13e geworden en ik wou in de top 15 en dat is gelukt en daar ben ik tevreden mee. En de wedstrijden zijn ook goed gegaan. Dus. Ja, ik heb een goed seizoen gehad. Ik ben 50 geworden bij de DMVC in Duitsland en alles is goed verlopen. 2010 was voor mij, het begon wel goed. Toen de tweede wedstrijd, of de eerste wedstrijd had ik gelijk gewonnen. Dus dat ging eigenlijk goed en de tweede wedstrijd kwam ik ter val. Had ik mijn knie geblesseerd. Toen de volgende wedstrijden kon ik wel weer gewoon goed meedoen. En toen aan het, in het midden van het seizoen was mijn motor gestolen. Dus toen heb ik een motor van Peter van der Laar gekregen om te lenen. En toen in Leusden in oktober heb ik mijn arm gebroken. En toen kon ik het seizoen ook niet meer verder rijden. Toen ben ik 8e geworden. In seizoen 2010 ben ik 3e geworden bij de MON dames. Ja, het is best goed gegaan. Ik had alleen 2 keer mijn sleutelbeen gebroken. Maar voor de rest ging het best goed. Dit jaar wil ik proberen de positie van vorig jaar te verbeteren. En als dat lukt, dan ben ik sowieso tevreden. Nou, zo goed mogelijk mijn best doen en toch weer bij de eerste 5 proberen te eindigen in Duitsland. Of misschien wel beter. Even zien hoe het gaat. Dit jaar wil ik zo goed mogelijk presteren bij de dames MON. En misschien Duitsland nog een paar wedstrijden. Mijn doelstellingen voor aankomend seizoen is weer top 3 bij de MON dames. Zo goed mogelijk mijn best doen. En bij de top 10 eindigen bij de 85 hoge wielen.
Mijn naam is Stef Willems. Ik rij komend jaar bij de senioren bij de MON en bij de open junioren bij de DHCV. Tevens zal ik wel wat met een twinshop gaan rondrijden en we rijden onder nummer 37 komend jaar. Mijn naam is Marielle de Mol. In 2011 ga ik het Open Nederlands Kampioenschap Dames voor de KNV rijden en het Women's Motocross World Championship. De ONK rijd ik met nummer 1 en het WK met nummer 7. Kevin Doorlas, ik heb volgend jaar nummer 21 en ik rijd bij de Open Inters. Ik ben Suzy Thuis. Ik rijd met nummer 92 bij de Dames ONK en ik ga ook bij de MX2 Cup. Mijn naam is Suzanne Lussink en mijn leeftijd is 20 jaar. En ik rijd dit jaar in de sportklasse A. Ik ben Valerie Roken, ik ben 30 jaar en ik rijd in de sportklasse A. Mijn naam is Jordan en ik ben 8 jaar. En vorig jaar had ik een goed seizoen. Ik ben Nieuw Dekker, ik ben 12 jaar oud en ik rijd op 50 zeer goed hier. Ja, het was een leuk seizoen. Mooie wedstrijden. We zijn, zoals de meesten wel weten, in Duitsland wezen rijden merendeel. Bij de DMCV, samen met Iris en vaak ook enkele teamleden. En tot aan het einde van het seizoen ging het eigenlijk heel voorspoedig. Ik stond in allebei de klasses op de tweede plaats, met allebei nog kans op kampioenschap, zowel de veteranen als de open junioren. En de Weilers wist met de start, stuur ik in en als een raket eraf. En ribben gebroken, schouder gekneusd. Dus dat was het einde van het seizoen. Helaas geen podiumplaats, maar wel heel veel plezier gehad en samen met de dames ieder weekend is voor mij helemaal super. Het was een heel leuk seizoen. Niet zoals ik heel verwacht, maar zeker op het einde een heel mooi resultaat. De Nederlandse titel, de eerste ONK-titel. In het WK ook de eerste wedstrijd beter gepasseerd dan andere jaren. En de stijgende lijn doorgezet en dat voor 2011 ook weer te proberen. Ik rijd bij de MX2 Jeugd. Op zich de rijden ging goed, alleen veel pech aan met de motor. En ik ben vierde geëindigd, net achter nummer 3 in het kampioenschap. Voor de rest, ik heb wel een goed seizoen gehad, alleen veel pech gehad. 2010 is heel goed gegaan. Ik heb bij de MON dames gereden. Ik ben daar Nederlands kampioen geworden. Aan de ene kant goed, aan de andere kant wat minder, omdat ik een schouderblessure had opgelopen. Daardoor heb ik een hele poos stil moeten zitten en niet kunnen rijden. Waardoor ik een aantal wedstrijden heb moeten missen. Dat was heel jammer. Het was wat moeilijker omdat ik vorig jaar kampioen was geworden in mijn klasse. En dit jaar dus naar een hogere klasse moest. En daardoor weer onderaan de ladder beginnen. Ja, 2010 was een goed seizoen. Ik ben Nederlands kampioen geworden bij de dames trial. En ik ben tevreden over het seizoen. Ja, goed te rijden en zoveel mogelijk te winnen. Ja, goed. Tweede geworden bij de MON. Ging op zich goed. Lekker jaar gehad en veel plezier gehad vooral. En daar gaat het om. Plezier maken. Veel plezier maken, veel wedstrijden rijden. Ik heb ooit een keer 56 officiële wedstrijden gereden in één seizoen. En ik hoop altijd nog een keer een paar meer te maken. Dus dat is mijn streven. Ja, in 2011 wil ik mijn Nederlandse titel in de ONK verdedigen. En proberen hoger op te eindigen in het Women's World Championship. Bij de Open Inters op een 2x20 KTM. Mijn doelstelling weet ik niet precies. Ik doe mijn best. Ik probeer het goed mogelijk te eindigen. En ik hoop gewoon goed mee te kunnen komen en punten te halen. Dit jaar wil ik proberen bij de ONK top 5 te rijden. En zo steeds beter te worden. Ik wil proberen weer iets hoger op te komen in de klasse waar ik dus gestart ben afgelopen jaar. En ook weer meer te kunnen gaan trainen, zodat het met mijn arm ook weer wat beter gaat. Zoveel mogelijk wedstrijden meer rijden. Dat zijn dan clubwedstrijden, regiowedstrijden, de NK's. Misschien nog wat wedstrijden in het buitenland meer rijden, als dat mogelijk is. Heel misschien nog een EK. De plannen voor dit jaar zijn weer mee te doen aan alle WK-wedstrijden. Ik probeer ook alle EK-wedstrijden te rijden. En natuurlijk weer een Nederlands kampioen. Ik ben fan van Jet Reed, omdat hij heel goed kan rijden. We gaan MON en KNV rijden. En ik hoop dat ik bij de KNV voor de ONK's kan plaatsen. Dat hoop ik in ieder geval, dat zijn mijn doelstellingen een beetje. En voor de rest gewoon lekker rijden en dat het gewoon een mooi seizoen kan worden.
Voor een aantal jaren terug zijn wij begonnen met het stichten van een stichting om de motorsport in de omgeving van Zutphen zo positief mogelijk naar buiten te dragen. We hebben daar een paar jaar met een leuke groep mensen rondgecrossed. En op een gegeven moment keken we zo eens om ons heen en we zagen dat het eigenlijk bijna alleen maar jeugd was. En we dachten van, hé, we hebben ook een beetje een maatschappelijke functie. We moeten de jeugd proberen wat op te voeden in onze stichting, in ons team. En hebben dat toen besloten met het stichtingbestuur om er een goed doel aan ons team te koppelen. Dat is een aantal jaren de Clinic Lounge geweest. Waarvoor de rijders allerlei ludieke acties verzonnen hebben om ze in het nieuws te brengen. En geld ingezameld en ze ook een aantal malen een cheque overhandigd aan de Clinic Lounge. En afgelopen jaar hadden wij een goed gevoel bij het doel waar meneer Henk Beumer voor staat. Het WLF, als ik het goed zeg, zo uit mijn hoofd. Kijk, en dat klopt. En we hebben dus met z'n allen wat acties ondernomen om wat geld te verzamelen. Wij hebben van het bedrijf voor 2 jaar terug besloten om niet meer het geld voor een kerstgratificatie voor relaties te gebruiken, maar dat ook aan een goed doel te geven. Een van de acties die er gedaan is, is flessen inzamelen. Ik denk dat wij meer dan 1000 flessen naar de supermarkt gebracht hebben met een aantal mensen. Mijn personeel heeft daar ook spontaan aan bijgedragen en daar is een keer wat startgeld ter beschikking gesteld en er zijn wel andere dingetjes geprobeerd om de boel onder de aandacht te brengen. Overigens niet voldoende nog naar mijn zin, maar daar gaan we komend seizoen weer aan werken. En daar heeft het in geresulteerd dat wij een cheque van €1500 konden overhandigen aan Henk Beumer. En dat heeft Marielle zo net voor ons gedaan.